Ik ga mijn naam Manon Mulders van LTO Nederland. Dankjewel, voorzitter. In de eerste plaats dank voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. We hebben die uiteraard aanvaard, anders was ik niet hier geweest. Maar wel met een beetje een ongemakkelijk gevoel. En dat komt omdat ik oprecht vind dat een discussie over één specifiek gewasbeschermingsmiddel eigenlijk geen onderwerp van gesprek zou moeten zijn in een politieke arena zoals deze. Ik heb er twee redenen voor. U merkt, er zitten een aantal experts naast me. Er zaten zojuist ook een aantal experts. Het is een zeer specifiek onderwerp waardoor zeer gespecialiseerde mensen over gesproken moet worden. Met permissie, ik ben dat zeker niet. Dus ik pleit ervoor dat dat een wetenschappelijke discussie blijft onder wetenschappers. Geen onderdeel wordt van een politiek debat. En verder, en dat is misschien nog wel veel belangrijker, en daar hechten mijn leden zeer aan, daar hecht ik ook als burger aan, wil je dat de overheid betrouwbaar is. En dat doe je als overheid doordat je zegt, ik neem de instituties die ik inricht, er werken bij mevrouw Beks iets van 200 mensen, hoogopgeleide mensen, die naar mijn mening zeer integer werken. Dat soort mensen moeten we, dat soort instituties moeten we kunnen vertrouwen. En de procedures die we hanteren, moeten we eveneens kunnen vertrouwen. En doordat je dat hier bespreekt en eigenlijk de resultaten van datgene wat daar besloten wordt ter discussie stelt, het is misschien een beetje een zware term, maar dan ondermijn je eigenlijk het gezag van uw eigen instituties. Moeten we volgens mij niet doen. Dat neemt niet weg dat onze boeren, net als alle andere burgers, willen dat ze veilig kunnen werken. Dus een solide beoordeling is gewoon hartstikke belangrijk voor middelen. Boeren zijn geen andere mensen dan burgers. De heer Bloem zei dat ook. Die hebben ook recht op een veilige werkplek. Dus die hebben er recht op dat het goed wordt beoordeeld. En nogmaals, daar hebben we dan instituties voor. Wat we ook vandaag hebben vastgesteld, die toetsingskaders zijn bepaald niet vast. En die moeten ook in beweging blijven. Het zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, die moet je gewoon kunnen gebruiken. En wellicht is de constatering dat we die toetsingskaders niet voldoende snel aanpassen. Dat zou de kritiek best kunnen zijn. Maar laten we dan daar waar die toetsingskaders ontwikkeld worden, gas gaan geven om ervoor te zorgen dat ze er snel wel zijn, zodat we alsnog gewoon de procedures die we hebben afgesproken kunnen volgen. En in het ergste geval leidt dat tot kaders die iets doen met dit specifieke middel. En dan moeten we daar uiteraard iets mee doen. En dan zullen wij ons daar zonder problemen aan conformeren, want dan is het een zorgvuldige procedure geweest. Wat verder blijkt is dat de discussie over dit middel nogal tot verschillende inzichten blijft. U ziet het eigenlijk al in dit blokje, u zag het in het vorige blokje en dat gaat gegarandeerd in het volgende blokje zo door. Dat leidt in het ergste geval tot framing, tot polarisatie, tot onbegrip, tot verwarring. Is volgens mij absoluut niet de bedoeling. Dus ik denk dat we ons moeten praten, eens moeten gaan praten over datgene wat ons zou moeten binden. En wat ons bindt is, vreemd genoeg, gezondheid. Onderdeel van een gezonde levensstijl is volgens mij lekker kunnen recreëren en rondlopen in een groene omgeving. Maar veel belangrijker is natuurlijk een gezond levenspatroon. Daar hoort een gezonde voedingspatroon bij. En dan hebben we het over groente, fruit en andere producten die we hier in Nederland maken. Want dat doen we natuurlijk in Nederland zonder meer verschrikkelijk goed. We maken geweldige spinazie, we maken geweldige appels en peren, we maken geweldige pootappels waar we niet alleen zelf van genieten, maar waarmee ik de Europese bevolking voeden. En dat moet volgens mij het uitgangspunt blijven. En dat we dat kunnen blijven doen. Daarbij is het belangrijk, en ik wil er toch wel even aan refereren, dat we de afgelopen tijd behoorlijk veel hebben gedaan aan het verduurzamen van onze teelten. Ik ben het wel met Jan Willem eens dat misschien af en toe eens een keer een beetje vanuit het bestaande denken, maar we doen het wel en we worstelen er ook mee om wat verder te doen. En ik vind dus eigenlijk dat je dus die dingen naast elkaar moet blijven zitten. Dus het gesprek wat wij volgens mij moeten gaan voeren is het gesprek over hoe houden we voedsel beschikbaar en betaalbaar voor Europeanen. En hoe zorgen we ervoor dat het voldoende, zeg maar, dat we voldoende duurzaam en zo mogelijk nog duurzamer gaan produceren. De energie die we hebben, we kunnen het ons niet permitteren om die dingen los van elkaar te zien. Ik vind dat ze in onderlinge samenhang moeten worden besproken. En ik denk dat we de energie moeten richten dus op die thema's. Beschikbaarheid, betaalbaarheid van gezond voedsel, wat we in Nederland kunnen maken. En tegelijkertijd gas geven op het verder verduurzamen van onze teelten. Want daar zijn wij nadrukkelijk een groot voorstander van. Ik dank u voor uw aandacht.